Hallo allemaal, hier ben ik weer, Delilah Teunis. Welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal, druk dan hier beneden op de knop op abonneren en mis geen enkele video meer van mij. Vergeet ook de notificatiebel niet aan te zetten, zodat je meldingen krijgt als ik een video upload. En tegenwoordig kun je me ook een bedankje sturen. Vind je het cool en leuk, mijn video's die ik maak? Dan kun je hier beneden onderaan de balk van de video kun je op bedankt drukken, daar zit een button. En dan kun je mij een bedankje sturen. Werkt de link nou niet via YouTube? Dan heb ik een link in de beschrijving gezet en in de reacties hoe je me op een andere manier kunt bedanken. Nou, lieve mensen, we zijn aangekomen bij redenvoering 7. En hier ga ik dan weer heerlijk verder lezen. Bedankt ook allemaal voor de fantastische reacties. En daar ben ik heel erg blij mee. Dus zijn er vragen, stel ze gerust. En ik probeer ze allemaal te beantwoorden. Dus, hier ga ik beginnen. Saint-Germain, 24 oktober 1932. Almachtige stille wachter, aangezien u het kosmische kristal bezit, vragen wij u ons uw stralen te zenden en deze te verankeren in het hart van Gods kinderen. Leer hen te gehoorzamen aan de grote kosmische wetten. Leer hen te gehoorzamen aan het licht. Vul hun hart en hun geest met uw vrede, stilte en evenwicht. Vul hun hart met de vreugde van uw hart, zodat iedereen overspoeld wordt door uw wezen en de zuivere elektronische kracht die uw onmetelijke oneindige zegeningen in zich heeft. Laat iedereen uw alomtegenwoordige wakende zorg, uw ondersteunende liefde, wijsheid en macht voelen. Redenvoering. Ik groet u in de naam van de grote heerschaar van licht, die aandachtig waakt over de uitstorting van de goddelijke straling. Haar grote liefde, vrede en licht omhullen u steeds als boodschappers van het licht, die altijd strikt gehoorzaam zijn aan het grote licht. Gehoorzaamheid aan elke manifestatie is de eerste vraag van deze grote heerschaar. Toen hij beval, er wezen licht, was er eerst gehoorzaamheid en als gevolg hiervan was er onbeperkt licht. Dit geldt voor elke handeling van het ene actieve grondbeginsel, dat God is. Het eerste wat de mens zou moeten doen is volledig gehoorzamen aan deze innerlijke tegenwoordigheid. Dan kan men op harmonische wijze de onvervalste, zuivere essentie ontvangen. Zo zou het ook moeten zijn voor familie, vrienden, kennissen en alle andere mensen waarmee men contact heeft. Deze wonderlijke gratie van liefde, licht en gehoorzaamheid zou er altijd moeten zijn, hoe oud men ook is. Breng uw ego zoveel mogelijk tot rust, want men dient te gehoorzamen aan het grote innerlijke licht. Wanneer u de neiging hebt te argumenteren, te bekritiseren of weerstand te voelen, dan is dit voor u het signaal dat het ego zichzelf opdringt en aandacht vraagt. Dat is het moment om met de kracht van uw vrije wil het ego te bevelen stil te zijn en te gehoorzamen aan de ik ben tegenwoordigheid. Het is nutteloos om over eender wat te discussiëren. Breng het ego tot zwijgen en geef het dan het bevel in liefdevolle gehoorzaamheid. Op deze wijze kan de ik ben tegenwoordigheid ongehinderd tevoorschijn komen. Wanneer studenten het bewuste pad betreden hebben, zouden ze bij de geringste wenk, verstoring of eender welke weerstand onmiddellijk de drang om hun emoties te uiten moeten bedwingen en verklaren. Ik ben de gehoorzame, intelligente activiteit in dit denkvermogen en lichaam. Ik ben de leidende kracht en ik beheers dit op harmonische wijze. Het heeft geen belang op welk niveau of in welke sfeer de Zoon van God. Ik bedoel hiermee de Zoon of dochter van God handelt gehoorzaamheid aan zijn wetten of aan de goddelijke wetten van de sfeer waarin de persoon handelt. Is steeds noodzakelijk om een gestadige vooruitgang te kunnen boeken. Op een dag, ik hoop zelfs in de nabije toekomst, zullen wij de elementen van het ego die het meest verwarring teweegbrengen, in ogenschouw nemen
en wij zullen hun uitwerking op het lichaam evalueren. Ik wens dit echter niet te doen totdat de studenten sterk genoeg zijn om de waarheid hiervan te aanhoren, zonder de minste pijn, weerstand of zelfveroordeling. Het zou immers een vergissing zijn van mijnentwege te interfereren in een innerlijke activiteit van de mens. Enige tijd geleden sprak ik over een student die erop lette dat hij op een onbewaakt moment, niet onwetend, een gevoel van weerstand, kritiek of emotie ontwikkelde, waarvan hij pas later ontdekte dat het een uitwerking had. Je hebt heel snel dat je harmonie kan zijn. Dus er altijd heel goed op letten. Elke student zou verschillende keren per dag, het vergt slechts een minuutje, in stilte moeten zeggen: ik ben de onoverwinnelijke wachter, die mijn denkvermogen, lichaam, gezin, omgeving en zaken bevestigt, steunt en in stand houdt. Wees u ervan bewust dat deze wachter de ik ben tegenwoordigheid is, van nature uit een oneindige intelligentie bezit. Deze uitspraak zal voor u een intelligente wachter in actie creëren. Dit moet niet voortdurend opnieuw herhaald worden. Ja, dus één keer uitspreken, of twee keer, dat zou genoeg moeten zijn. Je hoeft jezelf niet te overtuigen in dit soort gevallen. We hebben natuurlijk de affirmaties van we continu gaan herhalen, totdat geloof gevestigd zit, of eigenlijk het weten. Het is niet eens meer een geloof, het is echt een weten. Dus dat is om je hersenen eigenlijk weer de natuurlijke prachtige elementen tevoorschijn te roepen. Wij komen opnieuw op het punt waarop wij steeds de uitdrukking ik of ik ben gebruiken. Wij weten dat ik ben de volledige kracht van liefde, wijsheid en intelligentie is die handelt. Zeg regelmatig: ik ben de volledige bevrijding van goddelijke liefde in werking. Ik wil u een uitspraak leren, die studenten 's morgens als voorbereiding op de dag met grote vreugde en vastberadenheid in stilte zouden kunnen zeggen. Na zich te hebben gewassen en wetende dat de kracht van de verklaring zichzelf bevestigt, kan de student zeggen: ik ben de heersende liefde, wijsheid en kracht. Ik ben tevens de intelligente activiteit die hiermee gepaard gaat en die zich vandaag uitdrukt in alles wat ik denk of doe. Ik beveel deze oneindige activiteit op elk moment tegenwoordig te zijn en mijn steunende wachter te zijn. Mogen ik enkel op goddelijk bevel bewegen, spreken en handelen. Wanneer u hieraan denkt gedurende de dag, zeg dan vastbesloten en bewust: ik ben de bevelende heersende tegenwoordigheid die tijdens de dag overal voor mij uitgaat en die volmaakte vrede en harmonie beveelt in alles wat ik doe. Op deze manier zet u de deur open voor de voortdurende uitstorting van de innerlijke, intelligente tegenwoordigheid die uw wereld zal hervormen. Ervoor zorgt dat u niet in contact komt met eender welke vorm van disharmonie en u in staat stelt een gestadige stroom van innerlijke vrede en harmonie te ervaren in al uw contacten met anderen. Het speelt geen rol wat de innerlijke of uiterlijke manifestatie ook is. De student moet het vaste standpunt innemen dat zijn lichaam de tempel van de hoogste levende God is. Dit is een onbetwistbare waarheid. Wanneer dit standpunt bewust gehandhaafd wordt, zal het lichaam veel sneller de volmaakte werking bereiken, die reeds van in het begin vooropgesteld was. In alle oprechtheid kan ik tegen de studenten zeggen dat het onmogelijk is een bekwaamheid of gewenste eigenschap te bekomen zonder deze op te eisen. De persoonlijkheid is afgegleden tot een begrensd bewustzijn, dat hem voorspiegelde dat hij niet de gewenste eigenschappen had. In deze omstandigheden kon hij deze eigenschappen uiteraard niet manifesteren. Studenten denken dikwijls: ik hou dit idee al geruime tijd vast, maar het manifesteert zich niet, dus het werkt niet.
Dat is wat mensen snel denken, hè? Als het niet even heel snel lukt, dan, dan gooi ze al snel de handdoek in de ring. Of van, nou ja, hebben ze geen zin meer, of dan is het te moeilijk. Dat is het leerproces, hè? Veel met leren eigenlijk, dat er gauw al weerstand opgeroepen wordt, hè? Dit is het positieve bewijs dat ergens in het bewustzijn twijfel sluimert. Waar men zich mogelijk niet van bewust is. Ik zeg u, het doet er niet toe wat er naar boven komt, indien u voortdurend met stellige vastberadenheid de bekwaamheden, omstandigheden of zaken die u wenst opeist en deze zelfverzekerd blijft ook opeisen. Dan zult u ze vast en zeker ter uw beschikking krijgen. Ik kan u echter niet sterk genoeg aansporen om steeds op uw hoede te zijn in verband met het volgende. Wanneer men iets enkele uren, dagen of maanden geprobeerd heeft en het is schijnbaar niet gelukt, wordt er onmiddellijk gezegd: het heeft geen zin. Indien het kon lukken, zou het al lang gebeurd zijn. Dat is ook wat, wat mensen, dan had je toch al vaker gezien. Of waarom zie je nog steeds niemand? Nou ja, je weet natuurlijk nu wel dat er heel veel gecensureerd wordt. En dat mensen al gauw onderuit gehaald worden die iets te vertellen hebben of iets wijsheid in pacht hebben. Die moeten zich eerst, 100.000 keer bewijzen en wetenschappelijke onderzoeken moeten op hun gedaan worden. Kijk maar, een voorbeeld is Wim Hof. Ja, die hebt zoveel moeten bewijzen om een soort van statement te maken dat je je eigen immuunsysteem dus kan versterken. En dat je altijd gezond kan blijven als je er bewust van bent en oefeningen doet wat dat betreft, hè. Falen is absoluut onmogelijk wanneer u de kracht van de Ik Ben, God in u, in beweging gebracht hebt om een vooropgesteld doel te bereiken. En als u dit standvastig en vastberaden volhoudt. Ik heb dikwijls gezien dat studenten bijna een prachtig succes behaalden, een wonderlijke overwinning en vrijheid, maar ze werden zodanig overmand door twijfel en wanhoop, omdat ze het nog niet bereikt hadden, dat dit hun vooruitgang grotendeels vertraagde of zelfs voor onbepaalde tijd afsloot. De studenten zouden zichzelf moeten verplichten om de volgende waarheid voor ogen te houden. Wanneer de Ik Ben kracht en de Ik Ben tegenwoordigheid in beweging is gebracht, kan het resultaat enkel maar mislukken als het universum zijn activiteit stopt. Indien deze machtige Ik Ben tegenwoordigheid zou falen, zou dit betekenen dat het universum onmiddellijk in chaos zou gedompeld worden. Dit is de zekerheid en de kracht van het resultaat dat u behaalt door de Ik Ben. Het kan gewoonweg niet mislukken, tenzij het ego de weg belemmert. Elk student zou er nauwgezet moeten opletten dat hij de Ik Ben niet gebruikt in negatieve uitdrukkingen, zoals ik ben ziek, ik heb gefaald, ik ben dit niet aan het volbrengen zoals het zou moeten. Door dit te zeggen, brengt u deze machtige energie in beweging om te vernietigen wat u wenst te bereiken. Deze machtige energie komt altijd in actie wanneer u het woord ik gebruikt. Want dit is de bevrijding van de universele kracht. Als u weet dat u de ik ben belichaamt, besef dan dat wanneer u zegt, ik heb hoofdpijn, mijn maag ligt overhoop en mijn darmen zijn verstoord, u de energie naar die lichaamsdelen stuurt om daar uw bevel uit te voeren. Wanneer u zegt, mijn, brengt u deze energie in beweging, want slechts één persoon kan zeggen ik of mijn, namelijk u, die uw wereld beveelt. Elke uitdrukking die betrekking heeft op uzelf omvat de energie en de activiteit van de Ik Ben tegenwoordigheid. Wanneer sommige organen u last berokkenen, kunt u enkel correct reageren door herhaaldelijk te zeggen, herhaaldelijk, ik ben de enige en volmaakte energie die hier werkzaam is. Daarom wordt elke ziekte of verstoring onmiddellijk verholpen. Dit is een zeer belangrijk gegeven voor de student. Als u naar gewoonte denkt dat een of andere geneesmiddel u soelaas kan bieden, gebruik dit dan zeer matig totdat u genoeg meesterschap verworven hebt om de ziekte volledig met uw ik-ben-tegenwoordigheid te overwinnen. Dat zijn allemaal hele goede dingen wat hier gezegd wordt.
En vooral ook, ik kreeg reacties ook dat mensen zich afvroegen wat het ego nou eigenlijk is. Om daar eventjes op in te haken. Het ego is een persoonlijkheid die wij gecreëerd hebben. Ja, die de mens zelf gecreëerd heeft. Dus de persoonlijkheid is zeg maar het verloren pakketje op zee. Hè? Zo moet je het eigenlijk zien. En toen we zeg maar ons goddelijke ik gingen verliezen. Doordat we verliezen, vergeten eigenlijk, vergaten. Doordat we dualisme in het leven hebben geroepen. Dat we ineens dachten dat we het zelf deden. En niet meer met de goddelijke bron samenleefden, zeg maar. En niet meer gingen beseffen dat de goddelijke bron al onze wonderlijke werken deed. Nee, we dachten dat we het zelf deden. En dat we gingen wedijveren. Hè? We wilden beter zijn dan de ander. En we zagen niet meer dat we allemaal broers en zussen. En eigenlijk allemaal één grote eenheid waren of zijn. Maar zagen allemaal losse individuen. Hè? Zoals mensen elkaar nu zien. Ja, je ziet allemaal losse individuen. Terwijl die grote kracht die in mij zit, zit ook in jou. En die gedachten waar ik mee denk, die zit ook in jou. Dezelfde kracht, dezelfde mogelijkheden om te denken, die bezit ik, maar die bezit jij. Die bezit jij ook. Dat wat mijn hart laat kloppen, dat zit ook in jou. Want het doet ook jouw hart laten kloppen. En het is heel bijzonder als je daarover nadenkt, dat we één grote energie zijn en dat we eigenlijk allemaal van elkaar leren. Maar toen we onszelf als tweeledig zijn gaan zien, hè, dat we losse individuen zijn en alles apart is, eigenlijk ver van de natuur zijn af gaan staan, hebben wij een persoonlijkheid in het leven geroepen, zeg maar een Delilah. Hè. Ik heb een Delilah in het leven geroepen, of nou ja, ik heb een naam gekregen en daar koppel ik een karakter aan vast. En de een heet misschien Jantje, Pietje, Klaasje, weet ik veel. Nou ja, geef jezelf een naam, hè, zoals je heet. En daar heb je een persoonlijkheid aan vastgeplakt. En die persoonlijkheid, die is niet echt. Ja, want je hebt misschien wel miljoenen levens gehad. Ja, als we niet miljarden zijn geweest. En daar heb je allemaal verschillende persoonlijkheden gecreëerd. Maar die ziel of die geest die jij nog steeds bent, die is onveranderlijk. En jij bent dus de ik ben. Ja? En het ego is dus die persoonlijkheid. Daar heb je iets aan gekoppeld. Dat is van pijn, verdriet. Dat is eigenlijk een soort van jouw hulpmiddel geweest. Ja? Of je overlevingsmechanisme. Omdat je je eigen kwijt was. Ja? Of je eigen kwijt bent. En je een houvast zocht. Dus er zijn er allemaal stemmetjes. Er zijn dus drie stemmetjes aan dat ego vast, zeg maar. En dat noemen ze guna's. Dat kan je in het hindoeïsme en het boeddhisme kun je het heel erg goed terugvinden. En de Mahabharata. En die guna's, dat zijn dus geesten. Ja, je hebt dus een geest zelf nog ontwikkeld. Hypnotische ik. Die zegt of je links moet gaan of rechts moet gaan. Dat je moet uitkijken, dat je moet oppassen. Weet je, je gevoel zegt het eigenlijk. Maar die stemmetjes gaan ruzie met elkaar maken. Ja, nou vandaag doe ik dit, morgen doe ik dat. Goh, wat heb zij lelijke kleren aan. Of hij, wat heb hij, wat is hij vervelend. Of weet je, continu is dat ego bezig met uiterlijk vertoon. Ja, en dat ego, dat is dus iets wat hypnotisch is en wat niet bestaat. En die ik ben, dat is dus de bron van alles. Ik ben. Heel veel, ja, net als wat in dit boek staat. Er zijn mensen die het gewoon de hele dag opnoemen. Ik ben. En nog deze woorden, die twee woordjes, niet lijken te vatten. En ik ben is zo omvattend alles. Dat is de bron van alles. En dat is ook dus de magische bevestigende woorden. Als je dus zegt, ik ben gelukkig, dan zet je gelijk de deuren open naar geluk. Maar zeg je, ik ben ongelukkig, dan sluit je de deuren voor al het geluk. En dat zijn dus eigenlijk sowieso woorden, zijn magische toverkrachten. En dat heb ik ook in mijn video's verteld, woordenalchemie. En als je dat nog niet kent, zeer interessant. Kijk even in de playlist, woordenalchemie. Daar heb ik al een hele serie staan. Er komen er nog veel meer aan, want woorden, wauw, als je dat ineens begint te begrijpen dat je dus met magische krachten bezig bent. En dat wat we dus uitspreken, dus letterlijk tot stand brengen.
Ja, en soms in mindere mate omdat er nog geen geloof is. Hè? Wil jij graag, weet ik veel, iets hebben wat je heel graag gelukkig maakt, zeg maar. Wat jou gelukkig maakt. En het komt nog niet, het komt nog niet. Dat komt omdat die intentie achter dat magische woord, die intentie is ook belangrijk. Ja? Dus het weten dat je het gaat krijgen. Net als de simpele dingen, dat je zegt, nou, ik weet dat ik, weet ik veel, zo meteen wat ga eten. Of ik weet dat ik straks eventjes de stad in ga en wat gezelligs ga doen. Dat weet je omdat het voor jou makkelijk is en overtuigend is. Ja? Of ik weet dat ik mij kan genezen. Voor heel veel mensen die dit nu luisteren, zal dat nu overtuigend zijn dat je dat kan. Maar nog voor een heel groot deel van mensen die dus nog in het systeem, ja, het duivelsysteem zitten, dat klinkt heel ongelooflijk. Snap je? Dus voor jou die nu al zichzelf ontwikkeld heeft, klinkt het heel normaal. Van ik kan mezelf genezen, want ik ben de baas over mezelf. En voor de anderen is het, die zien het nog niet. Ja? Dus een hele mooie voorbeeld is natuurlijk ook het hele Kiona gebeuren, zeg maar. Hoeveel mensen het zagen en hoeveel mensen het niet zagen. En het maakte niet uit wat je ook maar vertelde of wat voor bewijzen je ook maar meebracht. Ze zagen het niet of ze wilden het niet zien. En dat heb je ook in die film What the Bleep Do We Know. Dat is een documentaire. Het gaat over kwantumfysica en kwantumtheorie. Enorm interessant. Absoluut een aanrader om te kijken. Wellicht dat je hem ergens kan downloaden, streamen of kan aanschaffen op internet. Maar die vertelt dan ook, weet je, dan is er bijvoorbeeld een Indiaan, hè, heel lang geleden een Indiaan. En dan kijkt hij naar de lucht, helemaal in de verte. En dan ziet hij rare wolken. Ja, voor zijn idee, omdat hij nog niet weet wat het is, denkt hij, het zijn rare wolken. Totdat iemand tegen hem zei, nee, dat is een schip. Dat zijn de zeilen van een schip. Toen ineens zag hij het. Ja, dus soms moet je er ook even op geattendeerd worden. Totdat je ineens denkt, verrek, ik zie het ja. En als je het nog niet, als je nog niet het woord erbij hebt of zo, of het plaatje er nog niet bij hebt voor je eigen, terwijl hij nog nooit een schip had gezien, maar iemand zei dat ze zeilen van het schip en ineens zag hij dat schip. Dan zag hij niet meer die wolken. Dus het is heel, je bent zelf al het bewijs, als je nu dus al het verschil ziet met hoe je vroeger dacht, of hoe andere mensen denken, dat jij dingen ziet die anderen nog niet zien of die je vroeger niet zag. Het is een ontwikkeling al in jezelf. Daar ben je zelf al het grote bewijs om en bewijs voor. En ja, weet je, om nou te gaan wachten op wetenschap. Het is dat wetenschap, alleen al dat woord wetenschap. Jongens, dat kan gewoon overboord. Want die hele wetenschap evolueert natuurlijk continu. En wat ze vroeger zeiden dat onmogelijk was. Ja, want de wetenschap was altijd, alles was onmogelijk. Altijd alles was onmogelijk totdat het bewezen is. En er zal altijd ooit een bewijs komen. Dus ga er maar gewoon vanuit dat het werkt. Ja? Niet tegenstaande u denkt dat dit geneesmiddel uw verlichting bracht. Oh ja, het ging over geneesmiddelen. Hè? Dus dat je inderdaad, als je geneesmiddelen gebruikt, gebruik ze dan matig, hè, staat hier in het boek. Dus weinig. Gebruik zo weinig mogelijk geneesmiddelen. Maar gebruik ze totdat je zelf weer het hef in handen neemt en meesterschap krijgt over jezelf. Ja? Dus dat je jezelf weer helemaal kan genezen op eigen krachten. En gebruik het alleen als ondersteuning waar nodig. Dus verzeker ik u dat nog steeds dezelfde ik ben tegenwoordigheid dit geneesmiddel de kracht gaf u te verlichten. Ja, dus ook in dat pilletje of poedertje zit de energie of de gedachte, want anders kan dat geneesmiddel niet de werking hebben, ja, de gedachte van zijn werking. Dat is ook zoiets bijzonders. Ja, dus in dat pilletje zit de gedachte, dus de creatie van iemand die dat gemaakt heeft, die intentie heeft, om dat te bewerkstelligen. Maar altijd met mate. Ja? Oké. Ik heb eeuwenlang de medische wereld gadegeslagen. Wanneer één zogenaamd gezaghebbend persoon beweert dat een geneesmiddel niet langer mag gebruikt worden, duurt het niet lang meer vooraleer het volledig verdwijnt. Het is een feit dat elke weldenkende mens gelooft dat bepaalde kruiden of andere geneesmiddelen
een welbepaalde natuurlijke chemische stof bevatten, die beantwoordt aan een element in het lichaam. Ik zeg u, wat geeft of maakt de chemische verwantschap? De kracht van uw ik ben die u in staat stelt te denken. Aldus, wanneer u de kringloop van deze activiteit bestudeert, zult u ontdekken dat er slechts één intelligentie in tegenwoordigheid handelt, namelijk de ik ben God in u. Welnu, waarom ziet u deze waarheid niet onder ogen? Vertrouw onwankelbaar op de ik ben tegenwoordigheid, God in actie in u. En weet dat dit het enige leven is in u en in alle zaken of geneesmiddelen, waaraan u alleen kracht geeft. Is het niet veel beter u rechtstreeks te wenden tot deze grote ik ben tegenwoordigheid en aldus haar superkrachtige onbegrensde hulp, die niet kan mislukken, te ontvangen, dan kracht te geven aan iets dat u om de tuin leidt om op die manier hulp te verkrijgen van de materie waaraan u deze kracht geeft. Ja, echt hè, dus je neemt een omweg omdat je zelf te dwars bent of te ongelovig bent of omdat je denkt dat het niet werkt of omdat je er nooit meer van gehoord hebt, hè, dat het zo ver van je natuur staat, dat je jezelf kan genezen ten alle tijden. Mensen zijn zo afhankelijk gemaakt van de medische wereld. Het is eigenlijk gewoon te zot. Ik heb er gewoon geen woorden voor. Ik weet dat het voor studenten niet gemakkelijk is afstand te doen van zeer oude gewoonten of onafhankelijkheid van bepaalde geneesmiddelen. Ja, het is gewoon een verslaving. Dus je bent afhankelijk van gewoon bepaalde dingen die je niet meer weet hoe je jezelf dus kan genezen of weer je eigen hef in handen te nemen. Wanneer u even nadenkt en hierop mediteert, zult u inzien dat uw voorkeur voor en uw afhankelijkheid van deze materiële hulpmiddelen niet opwegen tegen deze grote ik ben tegenwoordigheid. Een student kan enkel overtuigd worden van dit levens belangrijke gegeven wanneer hij zich vastberaden toelegt op de wijsheid en de kennis en aldus de actieve waarheid en eenvoud hiervan ondervindt. Niemand kan zeggen hoe sterk een student zich hierop moet toeleggen. Hij alleen kan dit weten door te proberen. De energie die iemand innerlijk bezit is dikwijls zo groot dat de student verbaasd is over de resultaten bij zijn eerste stappen. Het Oosterse woord voor ik ben is Aum. Dat betekent hetzelfde als wat I am, ik ben, betekent in het Westen. Wat mijzelf betreft, ik hoor zeer graag zeggen I am, ik ben. Want de werkelijke betekenis hiervan is God in actie, in de mens. Hier staat om, maar het werkelijke is aum. Ja, A-U-M. Want het zijn de klanken, de kosmische klanken. Aum, A-U-M, daar heb ik ook een video over gemaakt. Zoals de Oosterlingen het verstaan, is een universele tegenwoordigheid. Het heeft echter veel minder impact dan I am. Ik ben, door het gebruik van I am, ik ben, wordt de student zich bewust van de I am presence, de ik ben tegenwoordigheid, die zich uitdrukt in de mens. Maar aum, ja, aum is een trilling. Ja, dus als je aum, die trilling die voel je door je hele lijf. En die trilling die zorgt voor ultrasonische levitatie. En dus je kan hiermee jezelf zo verlichten. Ook in die documentaire is wel mooi om te zien van, hoe heet hij nou, die oud voetballer? Nou ja, die oud voetballer, er is een Prime Video over Egypte. En jullie weten het wel over wie ik het heb. En die vertelt, die gaat dan ook onderzoek doen naar de piramides. Hij was altijd gefascineerd naar de piramides. Maar in de meeste van het Verre Oosten, in het andere boek, daar staat dus dat er in de piramides dus altijd een trillingsfrequentie van aum is. Ja? En dat is de kracht van de piramides waarom ze nog steeds bestaan. Maar in die documentaire komt dit dus ook weer terug. Dan staan ze in een bepaalde ruimte. En in die ruimte van de piramide, daar hoor je dus continu een gezang waarvan hun dus ook horen dat het aum is. Of aum noemen hun het dan, maar het is aum. Ja? En die trilling is dus een, ja, net als dat alles uit frequenties bestaat, is een hele hoge frequentie.
die jou gelijk naar een hoger energieveld brengt. Nou, heel interessant in ieder geval. Dus het is wel leuk dat ze nu, dat de wetenschap, die weet het al lang, maar wanneer het nou eindelijk eens een keer met broodkruimeltjes uitgestrooid wordt voor het domme volk, zeg maar. Maar die mogen het nu ook een beetje weten. Maar goed, heel interessant. Door het gebruik van I am, ik ben, wordt de student zich bewust van de I am presence. De ik ben tegenwoordigheid, die zich uitdrukt in de mens. Dit verklaart in grote mate de oorzaak van de huidige situatie in India. Honderdduizenden Indiërs uit elke kaste denken verkeerdelijk dat het zingen van Om de enige vereiste in hun leven is. Hoewel dit een zekere trilling geeft in talloze omstandigheden, dringt de energie van deze trilling niet door tot in het denken en het handelen van de mensen, zodat zij er weinig baat bij hebben. Maar ja, dat zie je nu alles. Hebben jullie gehoord met die smeerlap, die Dalai Lama? Mijn god zeg. Nou, als je het nog niet weet, zoek het alsjeblieft op, want je wordt er allemaal kortsmisselijk van, wat hij met een kindje doet. Maar goed, het zijn allemaal smeerlappen en allemaal misleiders, ja? Misleiders. En die leiden je allemaal de verkeerde kant op. Ze zeggen, ja, je moet je leven lang aum doen. Dat is natuurlijk niet als je de hele bron niet snapt. Ja, als je die hele bron niet snapt, zoals je met alle dingen, dat je continu naast de boot vist, de plank mislaat, weet je wel, dat je niet weet wat nou echt de basissen zijn. Dus je één korreltje geven en daar moet je het maar mee doen. Dan kom je er natuurlijk ook niet. Sinds mensenheugenissen hebben de opgevaren meester steeds bewust gebruik gemaakt van de ik ben tegenwoordigheid. De erkenning en de volledige aanvaarding van God in actie in de mens. Dit leidt de mens meer en meer naar de volledige intelligente activiteit van de goddelijke tegenwoordigheid God. Vele Oosterlingen die enorme resultaten bereikt hebben, zijn zich bewust geworden van deze ware activiteit door een oprechte meditatie. Het enige, misschien wel het eenvoudigste, maar zeker het krachtigste dat een mens moet onthouden, is dat hij door te zeggen, ik ben bewust of onbewust, de volledige, zuivere, goddelijke energie bij zichzelf in beweging brengt. Energie wordt kracht wanneer ze bewust gebruikt wordt. Het feit dat individuen een menselijk lichaam hebben, is het bevel om de wereld van de mens te verheffen tot volmaakte activiteit. Wanneer iemand zijn bewustzijn verheft, verheft hij alles in zijn omgeving tot de innerlijke activiteit. O Mani Padme Hum betekent in werkelijkheid God in actie, in de mens. Gebruik steeds I am, ik ben, in plaats van Aum. Omdat velen onder u reeds als Indiërs geïncarneerd waren. Ooit kende u het gebruik van Aum. Omdat dit voor u nog weinig nut heeft, kunt u nu I am, ik ben gebruiken om de volle hoogte te bereiken. Telkens wanneer u zegt ik ben, brengt u de zuivere goddelijke energie in beweging die niet gekleurd is door menselijk begrip. Dit is de enige manier om de zuivere energie van God te behouden, zonder dat ze aangetast wordt door menselijke kwalificatie, oordelen, vooroordelen. Men kan op korte tijd enorme resultaten bereiken door overtuigd deze bevestigingen te zeggen. Ik ben de zuivere inspiratie en ik ben het zuivere licht dat hier in actie is. Visualiseer nu hoe dit licht door uw lichaam stroomt. Ik ben de zuivere openbaring van alles wat ik wens te weten. Hou de teugels van macht steeds in uzelf. Mensen schrikken ervoor terug om de grote godskracht te omhelzen en ze te laten werken. Wat is er te vrezen van God? Zijn handelingen zijn zuiver en volmaakt. Als u geen aanstalte maakt om de grote zuivere godskracht te omhelzen, hoe kunt u dan verwachten dat u ze kunt gebruiken en volmaaktheid bereiken? U moet ze voor uzelf opeisen, wanneer u zegt, ik ben het opgestane wezen dat ik nu wens te zijn. Wordt uw lichaam onmiddellijk omhuld door deze verheffende tegenwoordigheid. Ik ben nu mijn eeuwigdurende bevrijding van alle menselijke onvolmaaktheid. Besef wie ik ben is. Besef wie ik ben is. Ja, besef het, ik ben.
ik ben. Die ik ben heeft zichzelf gecreëerd. Je bent niet geschapen naar het beeld van God. Je bent het beeld van God. Ja? Je bent het. Naar is een fout wat in de Bijbel is gezet. Ja? Er komt door onbegrip. Mensen die het niet snappen. Die hebben een naar het beeld van God. En dan hebben ze dus twee personen. Je hebt jij en je hebt de God hebben ze ervan gemaakt. Nee, je bent het beeld van God. Heel veel dingen hoor. Die verdraaid worden. En nu ook dus weer bezig zijn om verdraaid te gaan worden. Die hele Bijbel wordt weer opnieuw herschreven. Weer worden de woordjes veranderd. De hele essentie wordt zo uit zijn... Nou ja, net als die mensen die dus gezegd worden dat ze de hele dag moeten gaan mediteren. Of de hele dag om moeten gaan roepen. Of de hele dag dit, de hele dag dat. Als je de basis niet snapt, dan is het einde al snel zoek. Ja, het begin is nog niet eens gevonden, zal ik het zo zeggen. U moet zeer duidelijk omschrijven wat u bedoelt. Weet, dit lichaam is de tempel van de levende God en het is nu verheven. De mens is zo vertwijfelde ongelovige Thomas. Alle onderricht dient enkel om de individuele student de kans te geven om het in zichzelf te bewijzen door zich toe te leggen op de verklaring van de gegeven wet en deze toe te passen. Zegt dikwijls, ik ben de heersende kracht van dit lichaam en bijgevolg functioneert het steeds optimaal. Geen mens in het hele universum kan deze ik ben tegenwoordigheid erkennen voor iemand anders. Wanneer u erkent dat u de ik ben tegenwoordigheid bent, is elke stap die u zet een duurzame verworvenheid. Er is geen achteruitgang mogelijk. Zegening. Eindeloze, alles doordringende tegenwoordigheid. Wiens actieve intelligentie leiding geeft aan allen die opzien naar u. Vervul elk een die het licht zoekt met uw machtige innerlijke licht. Laat elke mens de grote ik ben tegenwoordigheid steeds dichter benaderen, zodat zij ieders wereld vult met uw grote, grote volmaaktheid. Mogen het bewustzijn van elke mens enkel verlangen naar deze grote, grote tegenwoordigheid en volmaaktheid. Nota. Alle juwelen zijn een hoge trilling van goddelijke substantie. Hoe intenser het vuur, hoe groter de zuivere kracht. Goud hecht zich niet aan iets anders. Alle andere metalen of legeringen vermengen zich. Goud heeft deze eigenschap omdat het zuiver is. Bij elke oliebewerking verkrijgt men op een bepaald punt een gouden vlam. Bij alle verteringen van materiële substantie bekomt men op een bepaald moment een rode kleur. Deze rode kleur verschijnt bij het verteren van de onvolmaaktheid en de onzuiverheid. Indien er geen onzuiverheid zou zijn, zou de materiële substantie onmiddellijk overgaan in een gouden vlam. Nou, lieve mensen, we zijn aangekomen bij redevoering 8. Dit was redevoering 7. Ik wil jullie weer hartelijk bedanken voor het kijken. En hebben jullie vragen, stel ze gerust hier in de reacties. Vind ik heel erg leuk. Wil je me een bedankje sturen, kan dit onderaan de balk van de video of via de link van mijn reacties in de beschrijving of in de reactie. Verder wil ik je zeggen dat ik heel veel van jullie hou en dat ik trots op jullie ben. En ja, dat we allemaal heel erg de goede kant op gaan en het gaat alleen maar mooier en beter worden. Nou, dikke kus en tot de volgende video. Doei!